Ook bluesliefhebbers komen sinds de afgelopen 3 jaar weer aan hun trekken door stichting Live at Zoom. Jullie organiseren het bluesfestival in Zwijnshoofd. Wat is jullie stichting en wat doet die? Nou, we zijn een stichting voor, niet alleen voor bluesmuziek, dat ten eerste. We proberen gewoon live muziek voor de mensen te brengen. En dat in wat voor stadium maakt niet uit. Blues, rock. We hebben nog veel plannen. Voorlopig hebben we nou alleen, we zijn met de blues begonnen. Dan zijn we daarna met de Cubaanse middag gestart. Dat is in het voorjaar, met de wisselen van de zomertijd, zeg maar. Dus dat krijgen we, ja, dat is gewoon puur live salsa muziek. En nou met de blues is dit voor de 3e keer. En proberen gewoon kwaliteit blues te brengen voor de liefhebbers. En niet alleen coverbandjes, want die zijn er zat, denken wij. Je kan elk weekend wel ergens naar een coverbandje wat blues speelt. Maar wij willen eruit springen met echte eigen nummers, een eigen sound, kwaliteit. En zo de blues aan de mensen laten horen. En dat gaat voorlopig goed. Ja, toch wel wat exotische genres, noem ik het maar even zo. Maar het is een specifieke doelgroepen die jullie moeten bereiken. Merken jullie dat er een groei zit? Of hoe ontwikkelt het festival zo de afgelopen jaren? Nou, de ontwikkeling is een beetje, ja, blijft een beetje hangen. En dat vinden wij wel jammer op zich. We willen groeien. Alleen de groei zit er niet echt in. Maar ik denk dat komt door de grote hoeveelheid aanbod. De aanbod is enorm overal. Dus elk weekend wel iets te beleven. En om popmuzikanten of rockliefhebbers en popliefhebbers ook warm te maken voor de blues. Dan denk ik, ja, die blijven hangen, want dan gaan ze naar een popfestival. En de blues laten ze links liggen. Dus we benaderen denk ik alleen maar de echte bluesliefhebbers. En we hopen dat toch ook andere liefhebbers van popmuziek, reggae en noem maar op, ook ja, hier langskomen om eens een keer te kijken wat blues nou precies betekent. En, wat zou jullie eindstadium zijn? Waar willen jullie naartoe? Veel grotere naam of een festival buiten? Ja, eventueel festivals buiten. Dat lijkt ons ook wel. We staan altijd open om te ontwikkelen. Maar voorlopig blijven we gewoon hier zo. En alleen de kwaliteit willen we verbeteren. En het aantal mensen, bezoekers, willen we ook vergroten. We willen niet te diep in onze schulden duiken. Het moet betaalbaar blijven. En ook de prijs van de toegangskaartjes willen we ook laag houden. Dus dan zitten we al vrij moeilijk om grote acts binnen te halen. Want een beetje een grote act, ja, kost gauw al een paar duizend euro. En ja, dat budget hebben wij niet. En ja, zo zitten we een beetje beperkt. Maar we blijven proberen kwaliteit te leveren. Ja.